Geef mij je allerlaatste kus en laat me daar met rust. Je ziet dat het niet werkt, ik maak alles maar stuk. Het is al lang verleden tijd. Het is al lang verleden tijd. Geef mij je allerlaatste kus en laat me daar met rust. Je ziet dat het niet werkt, ik maak alles maar stuk. Het is al lang verleden tijd. Het is al lang verleden tijd. VMBO-opleiding afgemaakt met je ouders als drukpunt erachter. Je zei, het is belangrijk hè, dat je een opleiding hebt. Hoe kijk je daarnaar? Ja, het is sowieso denk ik gewoon super fijn om te kunnen zeggen dat je gewoon geschoold bent. Maakt me niet uit hoe, maar hè. Ik bedoel, school is gewoon super belangrijk. Daar leren we lezen, daar leren we schrijven. Alleen bij mij was het een ja, wat kortere duur. Hè. Ik bedoel, ik heb natuurlijk de basisschool gehad, net als iedereen. En ik heb mijn middelbare school afgemaakt. En toen ben ik doorgestroomd naar ROC om daar een mbo-opleiding te doen. Op de middelbare school deed ik economie en handel, als ik dat goed zeg. En dat wou ik eigenlijk vervolgen op het mbo. Want er was niet echt veel keuze op de ROC waar ik naartoe ging. Ja, dat hield eigenlijk heel snel op. Ik heb dat maar een half jaar gedaan. Toen na een gesprek met mijn mentor zei hij van, joh, je hebt net een platenmaatschappij een platencontract getekend. Volg je dromen. Lukt dat niet, kan je altijd nog volgend jaar terugkomen. En ik denk dat dat de beste beslissing is die ik ooit in mijn carrière heb genomen. Nou ja, het had natuurlijk ook mis kunnen gaan en dan zat ik hier met een hele ander gezicht. Maar zat je niet hier. Dan zat ik niet hier, dat is ook weer de ding. Nee, dus wat dat betreft, het heeft goed uitgepakt. Ja, heb je je mentor nog wel eens gezien? Nee, ik heb mijn mentor niet meer gezien. Nee. Ik heb een paar leraren ben ik wel tegengekomen van de middelbare school. Ook zelfs een paar van de basisschool. Dat blijft altijd heel bijzonder. Maar nee, wat dat betreft, die mentor die ben ik dus niet tegengekomen. Nee. En bijbaantjes heb je ook gehad, hè? Ja. In een pizzeria gewerkt. Was dat je leukste bijbaan? Ja, ik heb een paar losse vlodders als bijbaan gehad en dat schoot niet echt veel op. Maar mijn leukste baan was gewoon 3 jaar bij de pizzeria. Dat werd ook gewoon echt een familie. En het fijne was, je wist gewoon tussen welke uren je klanten kon verwachten. En al die andere uren zat ik gewoon heel veel rapliedjes te schrijven. Dus ja, 3/4 van mijn rapteksten zijn toch echt in de pizzeria ontstaan. Terwijl er keihard Italiaanse muziek aanstond en dat totaal niet altijd even inspirerend werkte. Maar daar rolden ze wel uit. Valt dat te combineren? Baantje, studie, rappen? Was dat te doen of was het... je hebt ook je droom gevolgd, maar ja, niet iedereen kan dat. Ja, dus ik blijf ook zeggen, ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat hetgeen wat ik leuk vind... de kans geeft om daar ook van te kunnen leven. En ik denk dat als je gewoon alleen rapt en dat het enige is wat je kan, dat het in Nederland vrij moeilijk is om alleen daarvan te leven. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in, want dan stel je hè, wat ze noemen de credible hip-hop, wat alleen over straat gaat en whatever. Ja, dan je kan heel hot zijn en dan kan je een paar concerten doen, et cetera, maar ik weet niet of je daarmee redt. En vaak is dat een duur van 5 jaar en dan komt er weer een nieuwe stroming. Mijn geluk is gewoon heel erg geweest dat ik een team om me heen had en zelf heel ambitieus was om mij te ontwikkelen in de showbiz. Zo ben ik al op hele vroege leeftijd gaan acteren. Daar zijn een paar films uitgerold. Ik ben gaan presenteren. Begon eerst met een programma dat heette Hier Hier met Sisi. Dat was een soort candid programma op Nickelodeon. Nou, super veel ervaring opgedaan. Nu heb ik al 6 seizoenen een eigen programma op de VPRO, dat heet Gek op jou, waarin ik verliefde tieners help om verkering met elkaar te krijgen. En ik heb zelfs de Next Pop Talent gepresenteerd voor SBS en ik hoop eigenlijk op nog meer presentatieklussen, want ik vind dat echt te gek. En het laatste wat ik verwacht had is dat ik in een musical terecht zou komen. Ja, en dat is ook over mijn pad gekomen. Maar je kan zeggen dat heeft met geluk te maken, maar dat kan ook te maken hebben met interesse in het ontwikkelen van hetgeen wat je doet. En ik ben zelf ook echt een voetbalgek en ik heb heel veel respect voor voetballers die niet na hun 33ste gaan genieten van hun vervroegde pensioen, maar verder gaan in een assistentcoach worden of coach of
een scout worden, weet je, om gewoon ontwikkelen in hetgeen wat je doet, weet je, zodat... ik zeg je ook heel eerlijk, dat is ook wel iets wat mij bezighoudt, weet je. Ik bedoel, ik zou het enorm raar vinden als ik... ik zou het wel doen, puur ook gewoon omdat ik ook een kind heb om op te voeden. Maar het zou toch wel heel gek zijn als inmiddels iedereen je kent en je moet zomaar in een en weer een bijbaan gaan nemen of zo, weet je. Ja. Het is uit Elobet, maar daarom heb ik ook een paar dingen op een heel laag pitje gezet. En daarom is het ook goed dat je over dance begint, want dat is nou net een ding waarvan ik heb gezegd, oké. Ja, en ik zit nu ook bij een nieuwe platenmaatschappij waar ik heel blij mee ben. En daar heb ik gewoon bewust gekozen, samen met hun in overleg, om terug naar de basis te gaan. Dus we gaan eigenlijk gewoon weer naar rap, pop, muziek wat ik maak. Af en toe een tikkeltje bij de hand tegen het randje aan en op zich ook vrolijke nummers. Ja, dat is wat we gewoon nu weer gaan doen. Weet je, ik denk dat je uiteindelijk moet doen waar je het beste in bent. En mijn liefde voor dance is er natuurlijk ook nog. Alleen, het is gewoon een heel ander wereldje. En mijn markt ligt gewoon hier in Nederland. En daar moet ik de focus op houden. Ja. Dus, maar al die andere dingen, dat is prima te combineren. De ene keer musical, presenteren, acteren. Daar heb je management voor. Die zorgen dat het gewoon allemaal past in de agenda. Soms worden ze gek. Maar dat is weer hun werk. En heb jij een tip voor jongeren die eigenlijk nog niet zo goed weten welke kant ze opgaan? Je zei al van, je moet zorgen dat je ambitieus bent of dat je iets heel leuk vindt. Of hoe, Ja, ik vind dat een moeilijk, hè? Want natuurlijk wil je ze tips geven, maar ik herken het ook in mezelf. Ik doe gelukkig wat ik leuk vind en godzijdank kan ik daarvan leven. Maar aan de andere kant ben ik ook wel eens bezig met de toekomst, omdat ik ook weet, dit wat ik doe, ik ben nu nog jong, het kan nog heel lang duren. Maar ik ben ook wel eens bezig in mijn hoofd van, oké, waar zou ik ooit in willen investeren? Daar ben ik nu al mee bezig. En de ene keer denk ik weet het helemaal. Ik wil een soort restaurant waar mensen bij elkaar komen en we met elkaar verhalen kunnen uitwisselen en het moet authentiek zijn. En ik heb dat ideetje een beetje gestolen van Rocky V, waarin Rocky op met mijn pensioen ging. En, maar een andere keer denk ik, nee, ik ga heel wat anders doen. Dus ik ben zelf ook, maar ik probeer weer iedere dag mezelf uit te dagen en met mensen te praten van, wat zou ik nog kunnen doen? Dat als dit op een gegeven moment ooit ophoudt, dat ik er wel iets van heb kunnen opbouwen. En dus de enige tip die ik dan kan geven is, iedere dag jezelf weer uitdagen. Wat vind ik leuk? En vind ik dit wel echt leuk? Weet je, is het dat ene restaurantje dat ik wil openen? Ben ik morgen en overmorgen net zo enthousiast? En als dat niet zo is, dan moet je gewoon nog een paar opties ernaast zetten. Ja, dus eigenlijk ook proberen. Dingen proberen om te kijken wat je echt leuk vindt. Zeker, ja. Gewoon, niet eens proberen, maar... Kijk, je kan vandaag enthousiast zijn, maar vraag diezelfde vraag aan jezelf een week later, zeg maar. Je zei al, je bent papa, hè? Een jonge vader. Kijk, ben jij nu anders naar je leven gaan kijken of naar... Voel je je verantwoordelijker? Of, ja, natuurlijk. Het klinkt cliché, maar het is wel zo. Ja. Ik dacht ook toen ik wist dat ik vader zou worden. Een blauwe wolk. Hey, je bent helemaal blij, zoontje. Het wordt een profvoetballer. dat denk je dan. Maar je denkt wel van, ja, weet je, al het gelul over dat als hij geboren wordt, dat je een traantje gaat laten. Maar ja, het is toch echt zo, weet je. Het is super bijzonder en iedere dag wordt het leuker, weet je. Want nu, je ziet al vier en hij praat gewoon lekker veel en blijft met mij lekker films kijken en we voetballen iedere dag. Het wordt echt gewoon je buddy, zeg maar, weet je. En dat is wel, ik ben daar heel blij mee. Kijk, als ik nu een dochtertje zou krijgen, zou ik dat ook heel leuk vinden, weet je. Omdat ik dan vrienden heb die dochtertjes hebben, ja, dat is echt papa's prinsesje, zeg maar. Maar ik ben wel heel blij met het feit dat ik al een zoon heb, weet je. Je ziet gewoon jezelf terug in zo'n klein mannetje of zo. Ja, ja. En ga je dan bij hem ook pushen dat hij zijn opleiding afmaakt? Absoluut, ja, zeker weten. Ja. Ja. Nee, als geen ander, omdat... weet je, ik bedoel, stel hij gaat tot... Kijk, hij is nu al, heeft die trekjes dat hij rap helemaal te gek vindt. En de ene keer is het weer voetbal, dus hij deelt echt dezelfde liefdes die ik heb, hè? Muziek en voetbal. Maar het kan ook zomaar zijn dat, hè, dat voor mij is het met heel veel geluk gelukt. Hè? En stel het lukt hem niet, dan wil ik wel gewoon dat hij... dan zou ik het ook wel mooi vinden als hij gewoon door hard te werken op school en zijn opleiding... dat hij gewoon straks een baan heeft waar hij heel gelukkig van kan worden. En waar hij weer zijn gezin van kan onderhouden. School is super belangrijk, maar het is de basis. Ja, ja. Ik kan niet ontkennen dat ik niet af en toe daar zat en dacht van, jeetje, hoe saai kan het zijn? Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik bedoel, wiskunde, daar werd ik ook niet gelukkig van. Maar achteraf gezien denk ik wel, het was ook een tijd wat ik nooit in mijn langste leven had willen missen. Wat vond je het leukst aan school? De pauzes? Nou, de meisjes.
Ja, ik vond het altijd leuk, weet je, als ik, want ik wisselde veel van school, weet je. En het heeft te maken met dat mijn ouders wel eens verhuisd en whatever. En ja, dat is altijd weer leuk als je op een nieuwe school, weet je, dan was je die nieuwe jongen, oh ja, hij rapt ook, weet je. En ja, dan kun je gewoon babbeltjes houden en whatever. En ja, het allerleukste vond ik gewoon toch wel de pauzes waar je lekker kon voetballen. En het leukste vak vond ik, ja, gek genoeg, godsdienst. Echt waar? Ja, misschien omdat ik ook gewoon echt een meester Rietveld heette die. Nee, omdat ik gewoon echt een hele coole, relaxe, hele lange meester was. Die vertelde dingen altijd zo bijzonder, weet je. En dat je echt geïnteresseerd raakte. Kijk, ik kreeg van huis uit, ben ik gewoon, ik ben ook een moslim. Maar het is altijd leuk om te weten hoe een ander geloof is en wat dat vandaan komt en zo. Dus ik vond het heel interessant en ik wist er ook altijd best wel veel van. Dus ja, dan... ja, dat zijn wel bijzondere dingen. Ja. En mijn vlotte babbel heeft altijd heel goed geholpen. Ja, nee, ik vergeet nooit. Ik vergeet nooit. Ik had bij maatschappijleer. Dat was dan weer een school in Almere waar ik anderhalf jaar op heb gezeten. Dat een keer de leraar zei van, nou Jesse, het is jouw spreekbeurt. Dat zal je vast wel vergeten zijn. En dat ik dacht, ik kan nu voor de 100ste keer roepen, sorry meester, ik ben het vergeten. Zet maar een 1. Of ik dacht, ik red wat het te redden valt. En toen zei ik heb het zeker voorbereid. De hele klas keek me ook aan, echt zo. Wat zegt hij? En zei ik, maar ik heb er bewust voor gekozen om dit mondeling te doen. Zonder plaatje. En ik bleef hem serieus aankijken, terwijl ik in mijn hoofd, en ik was volgens mij aan zijn stand als een garnaal, alleen maar dacht van, ik ben nu zo hard aan het lullen uit mijn nek, maar ik ga hier wat van maken. Toen zei hij, nou ga je gang. En toen stond ik daar voor een bord. En toen ging ik helemaal uitleggen hoe rap ontstaan is. Weet je, vanuit Jamaica, en toen ging het naar Brooklyn, en de breakdancers, en toen kwamen de rappers tussen. En, een heel verhaal. En ik zag hem echt aankijken waarvan ik dacht, nou die kijkt me aan en ik dacht, jij krijgt zo'n dikke 1. En toen was ik klaar en hij stond op en gaf me een staande ovatie met de hele klas. En toen kreeg ik een 10. Hij zegt, dit is de beste spreekbeurt die ik ooit heb gezien. Dat heb ik nooit vergeten. Dus soms moet je gewoon roeien met de riemen die je hebt. En stel jouw talent is een vlotte babbel, zet dat in. Stel jouw talent is dingen heel goed uittypen, zet dat gewoon in. Weet je, soms kan je mensen verrassen door te laten zien wat je in huis hebt. En te durven. Ja, en ik had altijd hele rare spreekbeurten, dat weet ik ook wel. Het ging over hamerhaaien en weet ik veel wat allemaal. Dus ik denk van ja, maar goed. Accepteer dat we in een land leven waar we trots op mogen zijn, waar we heel veel culturen hebben. En dat is alleen maar mooi, want daardoor, als ik vandaag zin heb om Mexicaans te eten, kan dat Braziliaans, Marokkaans, Surinaams, heb ik zin in een Hollandse pot, kan dat ook. En dat heeft Nederland te bieden, en daar moeten we trots op zijn. En dan is het altijd jammer dat je er een paar tussen hebt zitten, die het liefst alleen maar mensen zien die op elkaar lijken. Ja. Wat kunnen we op korte termijn en misschien volgend jaar van jou verwachten? Weet je al welk kant je een beetje opgaat? Nou ja, ik heb Nederland verrast met het feit dat ik nu een musical ga doen. Dus volgend jaar ga ik een balletvoorstelling. Nee, ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Ik laat het allemaal een beetje op me afkomen. Ik ben natuurlijk heel vaak de gast in programma's. Hè. Dat kan een, weet ik veel wat. Ik ben ook heel vaak gevraagd voor Expeditie Robinson. Nou, dat is er nooit echt van gekomen. Is dat iets voor jou? Ik weet het niet. Ik vind het nogal heavy. Weet de je. Mol? De mol zou ik ook wel leuk vinden. Ja, ik hou wel van dat soort avontuurlijke dingen. En Waar is de Mol vind ik ook wel heel vet. Omdat het dan, hè, dan kan je mensen diepgang geven zoals wij nu hebben. Daar hou ik ook wel van om mensen je toch wat beter te leren kennen. Ja. En dan alleen van mijn muziek waar ik vaak de popiopie uit hang. Dus er zijn zoveel programma's waar ik nog gewoon als gast in wil zitten. En de droom is natuurlijk ook nog een paar programma's presenteren. Ja. En buitenland of blijf je lekker hier? Nou ja, dat vond ik zo mooi van dance. Hè. Ik maakte toch een uitstapje. Ik heb daar met een enorme Deense superster heb ik een plaat opgenomen. Die plaat ging ook heel goed daar. En er is niks leukers dan naar een ander land gaan en denken van ik hoop dat het hier ook lukt. Maar uiteindelijk had ik ook zoiets van, de focus was er niet meer. Men had ook ineens het idee dat Jesse niet meer rapte. En dat vond ik zo erg dat ik zei, nou dance, ga jij maar even een heel laag pitje. En we gaan weer terug naar de basis, want ik wil dat ten alle tijde mensen mij kennen als rapper. En dat is ook iets wat ik mijn hele leven zal doen. Ja. Nou ja, als ik 80 ben, hou ik ermee op. Het lijkt me wel leuk als je gewoon met je vader... Zo'n opa, ja, wie weet hè. Een soort Alain Clark en zijn vader en dan mijn zoontje en ik, ja. Who knows? Ja. Nou, leuk. Heb je misschien nog iets wat je tegen jongeren wil zeggen die dit nu zien? Nou ja, ik kijk jullie dan allemaal aan en ik wil zeggen, maak je school af. Het is super belangrijk, ongeacht wat je gaat doen. Al word je een rapper, is school ook super belangrijk. En focus je dan vooral op Nederlands, als je Nederlandstalen gaat rappen. Dus des te meer woorden je hebt om mee te rijmen. Los daarvan, onthoud,
Iedereen zal dit tegen je zeggen. School is super belangrijk. Maak het af. Groeten van oma Jesse.